Nou, ik spreek Hannah in. Ze is de hoofdrolspeelster. Het is een klein meisje. En ze komt via haar kast de magische monsterwereld binnen. Wow! Ja, de eigenschappen die Hannah heeft, waar ik mezelf ook een beetje in kan vinden, is denk ik dat ze heel avontuurlijk is. Dat ze graag op avontuur uit wil gaan. En dat ze niet bang is om nieuwe dingen uit te proberen. En dat ze misschien ook een beetje eigenwijs is. Ik spreek de rol in van de fantastisch leuke Cycloop. Een beetje het lijkt het dommige figuurtje van de grote slechterik. Maar uiteindelijk heeft het toch wel heel veel hersencelletjes. Met mijn nutteloze geheugen zal ik me nooit herinneren dat door gewoon aan deze stalagmiet te trekken, de doorgang opent. Oeh, de eigenschappen die Cycloop heeft, die ik ook wel een beetje heb. Ja, ik denk toch een beetje dat naïeve en gewoon maar gaan en dan per ongeluk toch op een goed idee komen waarvan je eigenlijk niet zelf wist dat het een goed idee was. Je bent geniaal! Hè? Ik ben een wat? Ik spreek de rol in van Cargoyle. En dat is een waterspuwer. En het is een beetje een eigenaardig beestje. Want elke keer als er een camera op haar staat en er wordt een flits gemaakt, dan verandert ze in steen. Wacht, heeft die camera een flits? Flits? Natuurlijk. Zonder dat zien we niet veel. Je hebt licht nodig. En dat wil ze dus helemaal niet. En dat doen dus de mensen. En dus eigenlijk vindt ze mensen super eng. Ik spreek de rol in van Loba. Loba is een wolf. Een hele stoere dame. Ik heb niets anders op dan te leren hoe we ze bang maken. Maar ook een heel klein hartje. En ze is eigenlijk ontzettend lief. Ik spreek de rol van de paddo in. Psst. Hey, bangerikken. Ik vertel je hoe je het moet doen. Deze bedorven plant zegt het toch niet. Kijk, die paddo die zit natuurlijk al jaren op één plek. Dus die is ja, best een beetje cynisch. Want het is toch best een rotleven. Nou, heb ik daar wat mee? Ja, ja. Ik kan ook best wel cynisch zijn. Ik spreek de rol van Nessie in. Oh, het water is fris vandaag. En Nessie is een beetje bedweterig. Vooral, ze wil altijd het goed doen. En ze heeft ook altijd het idee dat zij het wel heel goed weet allemaal. Dat vind ik wel heel erg leuk. Maar ze is ook ondertussen heel erg onzeker. Ach ja, ik zie er niet goed uit in tekeningen. Ook niet op foto's. En ook niet in het echt. Ik speel de rol van Yeti. Yeti is een verschrikkelijke sneeuwman met smetvrees. Waarschijnlijk zullen meer mensen ons gaan zoeken. Met hun vuile handen en ongewassen tanden. Ik vind kou nooit erg, net als Yeti. En ik kan ook wel genieten van een lekker warm dekentje. Ik hou van mijn warme vacht. Het is zo lekker warm en mooi. Nou, iedereen moet naar deze film toe. Want het is een familiefilm. Dus als je meegaat met je kinderen en je denkt, hey, leuk, een tekenfilm. Maar is vooral leuk voor de kinderen. Nee, hij is ook leuk voor jou. De film in 3 woorden. Grappig. Een heel klein beetje spannend. En aandoenlijk. De film gaat over acceptatie. Zowel voor de monstertjes in dit geval als voor de mensen. En ik denk dat het ook gewoon een hele mooie boodschap is die de film meebrengt. Mensen moeten deze film gaan kijken, omdat het gewoon echt een hele lieve film is. Wat ik heel mooi vind, vooral als moeder, is dat er een hele mooie diepe laag onder de film zit. Het is ook best wel een emotionele film. Maar op een hele vrolijke manier gebracht, waardoor echt hele kleine kindjes deze film ook kunnen kijken en er heel erg van zullen genieten. Nu in de bioscoop. Hanna en de monstervriendjes. En dan ben ik geen monstervriendje. Laat dat duidelijk zijn. Veel kijkplezier.